Parlementariër Amsat Abdul ziet de lening voor Telesuur als een kans voor het bedrijf om haar bedrijfsvoering te verbeteren. Dit gaf hij vandaag aan in de openbare vergadering van de Nationale Assemblée. De regering wil namelijk 115,8 miljoen US dollar lenen bij de Exim Bank van China ten behoeve van Telesuur. De lening zal gebruikt worden ter vervanging van het vaste netwerk van het telecombedrijf. De koperkabelinfrastructuur is sterk verouderd en niet in staat te voldoen aan de groeiende vraag naar hogere bandbreedte en andersoortige diensten die over het internet geleverd worden. Volgens Abdul moet de regering nu inkomen omdat het bedrijf de potentie wel bezit. Telesuur heeft haar worst case business case voor ons gepresenteerd, waaruit blijkt dat in de worst case scenario, voorzitter, zij toch in staat zullen zijn om een netto bedrijfsresultaat van gemiddeld 6 miljoen te boeken na aftrek van de inkomstenbelasting. Ze zijn in staat om deze lening volkomen op eigen kracht terug te betalen. De eerste resultaten van dit bedrijf zullen al binnen een jaar te zien en te merken zijn. We hebben onze mond vol, mevrouw de voorzitter, van ondersteuning van investeringen. Wanneer investeringen zich aandienen en business opportunities zich aanmelden, dan staan wij er niet meer achter vanwege tal van drogredenen. Er wordt altijd in uw college gevraagd, is er een businessplan? In dit geval, mevrouw de voorzitter, ja, er is een businessplan. Er wordt aan uw college gevraagd, is er een uitgewerkte business case? In dit geval, mevrouw de voorzitter, ja, er is een uitgewerkte business case. Altijd, er wordt altijd gevraagd, is er een haalbaarheidsstudie? Ja, mevrouw de voorzitter, in dit geval is er een haalbaarheidsstudie. Is het bedrijf dit project in staat dit project uit te voeren? Ja, mevrouw de voorzitter, het staatsbedrijf is wel in staat om dit project uit te voeren. Zullen er spin-off effecten direct merkbaar zijn? Ja, mevrouw de voorzitter, binnen een korte tijd van 9 maanden tot een jaar zullen de bedrijfsresultaten daar zijn. Met welk bedrijf gaat Telesuur samenwerken? We kennen dat bedrijf niet, mevrouw de voorzitter. Huawei. Ik weet niet of ik de naam goed uitspreek, mevrouw de voorzitter, maar ik denk dat ik het wel goed uitspreek. Wie is Huawei? Huawei is ranked number one in telecommunications technology in the world. Aziz Kumar Gayadin zegt dat hij niet staat achter de ontwerpwet houdende machtiging aan de minister van Financiën tot afwijking van het obligoplafond voor de staatsschuld. Met de wijziging van de wet kan de regering namelijk de lening aangaan. Gayadin geeft aan dat de lening betaald zal worden door de overheid en het volk. Er worden leningen genomen en die leningen gaan door het volk betaald worden en door de overheid. Waar het om gaat, is dat we simpel kunnen zeggen, ja, het is ontwikkeling. Natuurlijk is het ontwikkeling. Ik blijf een voorstander van investeren ter verbetering van ons telecomsector. Daar ben ik een voorstander van en ik blijf erbij. Maar het gaat erom, hoe investeer je? Op welke wijze? En in welke mate, waar liggen je prioriteiten? Was het zo dat de regering in staat was daarvoor, of bedrijf zelf daarvoor in staat was vanwege haar eigen besparingen, aantal investeringen te doen, en jij als overheid de middelen niet ten eigen bate hebt aangewend, maar dat bedrijf de kans had gegeven om te investeren, dan waren we niet in deze situatie terechtgekomen. Daar gaat het om. Wanneer we zien dat Telesuur, en het is misschien ook een vraag om precies te zijn, want dat zie je niet in de businessplan, hoeveel schulden heeft Telesuur op dit ogenblik? Uitstaande schulden. Want dat zie je niet in het businessplan, omdat je best wel kan zeggen dat die zaken terugbetaald worden, maar er zijn al bestaande schulden, dus gaarne kijk ik uit naar de schulden die hoe dat terugbetaald zal worden. Aldus parlementariër Aziz Kumar Gayadin. Hij sprak over de ontwerpwet die de minister van Financiën de bevoegdheid moet geven af te wijken van het obligoplafond. De wet is daar juist aangenomen met 28 stemmen voor en 10 stemmen tegen.